Deze nieuwsuitzending is weer eens echt nieuws. Ik heb hier voor mij een artikel en dat staat op prisonplanet.com. En dat de titel luidt op zijn Engels, hè? Germany. 26-year-old Eritrean migrant repays family who took him in by stabbing her 11-year-old child while shouting, die, die, die. Ja, dan hebben we gelijk de leuke binnenkomer. Het gaat over immigranten en geweld. Nou, staat dus hier op Prison Planet. We gaan zo dadelijk naar Elsevier's Weekblad. En dan iets van... Nou, nog een Nederlandse uiting. Kijk hoor. Metro is dat. Nou, we zijn hier bij Prison Planet. Het gaat over een 26-jarige man uit Eritrea. En nadat hij een hele tijd was opgevangen in een gastgezin, heeft hij het 11-jarige kind wat daar ook woonde met een broodmes meerdere keren gestoken. En het is inmiddels 10 maanden geleden. Die jongen heeft nog steeds, dat jongetje, wat 11 jaar, inmiddels dan 12 denk ik, heeft nog steeds behoorlijke psychologische problemen en concentratieproblemen. En hij is pas sinds een paar weken weer naar school, nadat hij een hele tijd in een speciale kliniek heeft gezeten voor maandenlang. Ja, vind je gek. De asielzoeker, ik vertaal het gelijk als het Nederlands. Hè. Op het gevraagde moment vroeg die asielzoeker aan die jongen waar zijn moeder was en duwde hem de woonkamer in. Daar werkte hij hem tegen de vloer aan en hield een broodmes tegen zijn keel. Kijk maar. Nee. En hij haalde een broodmes tevoorschijn. En toen begon die jongen te steken. En hij riep, dood, dood. En die jongen die probeerde zichzelf te verdedigen tijdens dat hij werd aangevallen. En toen heeft de hond van de familie, een terrier, heeft uiteindelijk het leven gered van die jongen. Want die viel die aanvaller aan. En toen kon die jongen zichzelf vrijwerken, loswerken. En is het huis uitgehold. En die asielzoeker is er achteraan gehold. Maar toen wist die jongen een auto aan te houden die voorbij reed. En toen was het drama voorbij. Ja, dat wil zeggen, hij werd niet meer gestoken. Maar hij moest onmiddellijk naar de emergency surgery. Naar de eerste hulptoestanden. Ja. Dit is een asielzoeker uit Eritrea. Die komt nu voor het gerechtshof in Passau. Komt hij deze week, wordt hij voorgeleid. Dit hele gebeuren is 10 maanden geleden, maar hij wordt dus nu voorgeleid. En dat is de reden dat hij op Prison Planet staat. Abdullah Rayam of zo heet hij. Abdulrahman. Er staat heel vaak op Prison Planet staan er dat soort verhalen hoor. Waar zijn we mee bezig hè? Om die mensen hier naar binnen te halen? Ik zou het niet weten hoor. Even onderwijl zit ik te skippen. Of er nog meer dingetjes staan. Op Prison Planet dan. Hè? Maakt er denk ik iets dagelijks van. Dat ik elke dag even ga kijken.
op Prison Planet en wat andere. Maar met name Prison Planet. Er staat toch wel meest... die wordt goed geüpdate, punt 1. En het is een rechtse site. Dat vind ik wel momenteel belangrijk, hoor. Want die linkse media, daar ben ik er helemaal klaar mee. Stelletje leugenaars. En dan hebben we hier in Nederland, in het Elseviers Weekblad. Stond vandaag op de voorpagina. Zo kwam ik erop. Elseviers Weekblad. Ik lees het even voor. Harbers, dat is de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Harbers zwaar onder vuur om, tussen quotejes, verdoezelen zware misdrijven asielzoekers. Dat is de titel. Nu de inhoud. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ernstige misdrijven door asielzoekers, waaronder zelfs moord en doodslag, in een rapportage weggemoffeld onder de noemer overige. De Tweede Kamer is woedend op staatssecretaris Mark Harbers van de VVD. Helemaal nu blijkt dat het ministerie al weken op de hoogte was van de ernst van de delicten. De criminele asielzoekers werden bovendien amper uitgezet. Gaat hij door. In een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat een tabel met de in totaal 4600 geregistreerde misdrijven met een asielzoeker als verdachte in 2018, waarbij de zwaarste categorieën zijn tussen haakjes, tussen quotejes, weggemoffeld. Expliciet vermelde misdrijven zijn relatief milde, zoals winkeldiefstal, vernieling, belediging en zakkenrollerij. Maar zware delicten, zoals verkrachting en het bezit van kinderporno, zijn verzameld onder de categorie overige. In 31 gevallen gaat het zelfs om verdenkingen van moord of doodslag, terwijl er ook 79 delicten, zedendelicten als seksueel misbruik of aanranding zijn geregistreerd. De Telegraaf deed navraag bij de politie die openheid gaf over welke misdrijven het betrof. Een woordvoerder van Justitie en Veiligheid had in eerste instantie tegen de krant gezegd dat de politie de cijfers zonder nadere uitleg aan het ministerie had verstrekt. Maar de politie bestrijdt dat. Het departement van Harbers zou al weken op de hoogte zijn geweest van de ernst van de delicten, maar heeft daarover geen openheid gegeven. Een meerderheid van de verdachten is afkomstig uit veilige landen zoals Algerije, Marokko en Tunesië. Zij hebben vermoedelijk weinig kans op een verblijfsvergunning. De Telegraaf verzocht het Openbare Ministerie ook om uit te zoeken hoeveel van de verdachten uiteindelijk strafrechtelijk zijn vervolgd. Het betrof 1710 zaken, maar onduidelijk is wat het resultaat daarvan is. Geert Wilders is woedend en zegt dat Harbers moet optreden als het klopt dat het ministerie al op de hoogte was van de ernst van de misdrijven. Ik denk dat het woordje optreden hier niet goed is. Ik denk dat Geert Wilders heeft gezegd dat Harbers moet aftreden. Huh? Maar er staat optreden. Op het misleiden van de Tweede Kamer staat volgens Wilders de politieke doodstraf. Ja, dat is typisch weer Wilders. Wanneer met de geblondeerde hairdo. Wat is dat nou weer, politieke doodstraf? Het is een kop voor de tax gehalte, bla bla bla. Ik ben eigenlijk helemaal niet blij met die Geert Wilders, hoor. Het misleiden van de Kamer zou strafbaar moeten zijn. Dat had ik willen horen uit de mond van Geert Wilders. Gewoon arresteren, meneer Harbers. Huppakee. Handboeien om. Afvoeren. Opsluiten.
Dat is liegen op hoog niveau. Snap je? Aanpakken. De PVV-leider vroeg de Tweede Kamer donderdag om dezelfde dag nog een debat te houden met de staatssecretaris. Maar een meerderheid van de partijen stemde tegen. Jezus mijn Christus. Ja, wat is dat nou weer? Oh, kijk, ik ben zelf van de meerderheid van de partijen en ik heb even tegengestemd. Ik vind wel dat zoiets komt dan erg rauw op je dak. En dat blijkt dus dat Harbers, die heeft dus onder zijn, de Tweede Kamer is misleid. En om er dan gelijk dezelfde dag erover te gaan hebben, dat is net zoiets als dat je wordt voor je bek geslagen en je gaat er gelijk wat van zeggen. Dan ga je toch eerst even een tijdje over nadenken dat je op je bek geslagen bent. En misschien dat je daarna nog een keer... Tja. Wat hebben we nou aan dit soort bewindvoerders? In plaats van een direct debat heeft Harbers toegezegd donderdag nog een brief met uitleg naar de Kamer te sturen. Wat nou weer van uitleg? Er is expliciet een melding gemaakt dat er. Nu waren dus mensen van buitenlandse afkomst. En die hadden dus iets gejat uit de winkel. En ze hebben ook dingen kapot gemaakt. En belediging en zakkenrollerij. En dat is allemaal netjes, zoveel winkeldiefstal, zoveel vernieling, zoveel belediging en zoveel zakkenrollerij. En de dingen als verkrachting en het in bezit hebben van kinderporno, dat hebben we allemaal geschoffeld onder de categorie overige. Ja, wie heeft dat gedaan? Wie heeft daarvoor gekozen? Wie? Hoe heet die man? Hoe heet die vrouw? Even niet seksistisch of zo. Het kan ook een vrouw zijn geweest die dat... moord en doodslag en in bezit hebben van kinderporno en verkrachting en zo. Dat doen we onder overige. Winkeldiefstal, dat gaan we echt benoemen. En vernieling ook. En beledigen. Er waren 44 asielzoekers en die hebben iemand beledigd. Die zeiden namelijk witneus tegen een inwoner van Heerhugowaard. Ja. En dan heb je weer het Europese Hof, komt er nog even bij. Kijk, de Europese Unie, wij zijn van de Europese Unie. En wij vinden dus zelf dat je, als je dus mensen hebt die uit een onveilig gebied komen, die mag je niet terugsturen. Ook al zijn ze crimineel. Die mag je niet uitzetten. Want dat kan niet, want wij zijn van de EU. Nou, dank u wel. En dan komt weer Geert Wilders, hè, en die zegt dan, en dus aan de vraag, waarom zijn er zo weinig het land uitgestuurd? Dat vroeg dan iemand van Goedemorgen Nederland aan Geert Wilders. En dan zegt Geert Wilders, omdat Europese regels zeggen dat je zelfs criminelen niet uit mag zetten. Volgens de PVV-leider is dat van de gekken en onacceptabel. En dan komt hij... Een van de redenen waarom we als een haas uit de Europese Unie moeten. En ik als een haas? Het hazenpad? Geert Wilders zou moeten zeggen... Een van de redenen waarom we geen jota, geen cent meer betalen aan Brussel... En we trekken ons niks meer aan van enige regel die van dat soort piep opmerking verwijderd door de redactie van Perry 7. Huh? Minkukels, laat ik het zo maar zeggen. Wij betalen niet meer aan een organisatie van minkukels, waarbij een ambtenaar €345.000 per jaar kost. Door uitreden uit de Unie, wat maakt mij het uit? Dat interesseert mij helemaal niks. We betalen niet meer. Gewoon niet meer betalen.
Wel heel eenvoudig. Een of andere ambtenaar heeft toch zo'n een of ander bankpasje van de Nederlandse bank of zo. En die moeten maandelijks of wekelijks moeten weer zoveel betaald worden aan Brussel of Straatsburg. En dat doen we gewoon niet meer. En als we toch een ambtenaar betrappen die er stiekem loopt te doen, onmiddellijk arresteren en naar de koepel. Of een andere panopticum. Oh, Perry, wat is een panopticum? Ja, dus dat je iedereen in de gaten kan houden. Snap je? Tja, het is gewoon strafbaar. Dat moeten we zeggen. Gewoon geen geld meer naar de Europese meuk. Die lui die gaan maar geld beuren van Litouwen. Die gaan maar lopen zeuren in Griekenland. Maar niet meer bij ons. Dinsdag bepaalde het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dat drie asielzoekers afkomstig uit de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust en de Russische regio Tsjetsjenië niet België en Tsjechië mogen worden uitgezet. Het gaat hier om mensen die hebben chantage gepleegd, diefstal gepleegd en moord. Tja. Maar dat is het, waarom zijn wij hier in Europa de nanny of zo, het kinderoppas dinges voor het meest ongelofelijke tuig? Dan hebben we hier nog ruim de helft van de Syrische asielzoekers wil in Nederland blijven. Ook als het daar weer veilig genoeg is. Ze denken, nou, we vinden het hier wel leuk. Ja. En dan gaat het vooral nog om de laag opgeleide. Oh, 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 oh. En dan hebben ze hier nog de hoogopgeleide Syriërs. Die hebben meer zin om terug te gaan naar Syrië als het daar weer veilig is. Dus wil de vluchtelingenorganisatie UAF een actieplan om hoogopgeleide Syriërs sneller aan het werk te krijgen. Van oh, straks vluchten die hoogopgeleide Syriërs. Dan zijn we ze kwijt. Oh. Ja, ja. Ja, kan je het nog gekker krijgen? Zo? Dan hier een wordt agressieve asielzoeker dan eindelijk aangepakt. Dat is een ander artikel. Oh, oh, oh. Er zat hier ook een reactie. En GroenLinks, D66, christelijke partijen, allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de vreselijke toestand waarin ons land verkeert. Kijk één dinsdagavond naar Opsporing Verzocht en de zelfs ontkennende Nederlander van autochtone afkomst kan niet meer zeggen dat het meevalt. Nou, inderdaad. Belachelijk, hoor. En dan Mark Rutte. Bij de metronieuws.nl. En dan Mark Rutte, die zegt dan het volgende. De titel is Rutte, kabinet wil de asieldelicten niet verdoezelen. En dan komt de tekst. Mark Rutte weigert te geloven dat mensen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid delicten van asielzoekers opzettelijk onder het tapijt heeft geschoven. Dat klopt niet, hè? Daar moet ze aan hebben geschoven. Want mensen bij het ministerie, delicten van asielzoekers onder het tapijt heeft. Dus mensen heeft geschoven. Ja.
Metro is een gratis blaadje, dus daar hebben ze niet echt tijd om dat allemaal te corrigeren en zo. De premier meldde dat tijdens het wekelijkse persmoment. Wauw. Ja, dan wordt een herhaling wat ik net al zei. De Telegraaf vond onlangs uit dat er door de politie geregistreerde... Dat er door de politie geregistreerde asieldelicten in een rapport van het ministerie onder het kopje overige waren gezet. Dus de politie heeft dat onder het kopje overige gezet. Ja, ja. Onder deze delicten vielen onder andere moord, doodslag, verkrachting en seksueel misbruik van kinderen. Jezus. En dan Rutte. Ik heb geen aanwijzing dat iemand iets heeft willen toedekken. Er is een fout gemaakt. Jeetje. Ja, ik ben dus, ja. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Er is een fout gemaakt. En het was niet bedoeld om dingen te verdoezelen. En het hele kabinet baalt er ontzettend van. Zo zeg. Nou, dan moeten we het kabinet gaan troosten. Dan weet je, nou, zo erg is het ook weer niet hoor. Wil je anders een extra kersttoeslag? Of wat extra vakantiedagen? Dat is wel erg hè, dat jullie er zo van balen. Nou, weet je waar wij van balen? Dat die asielzoekers hier naar binnen komen en die vreten dit soort dingen uit. Even teruggaan naar het artikel van Prison Planet. We hebben een jongetje van 11 jaar oud met een broodmes meerdere keren gestoken. En dan Rutte weer. Rutte vraagt zich verder af wat voor invloed dit heeft op het beeld dat er heerst rondom vluchtelingen. Dan komt een letterlijke quote. Je wil draagvlak hebben voor de opvang van echte vluchtelingen. Maar ik wil helemaal geen draagvlak. Wat maakt het me niet uit? Saoedi-Arabië. China. Japan. Noord-Korea. Zuid-Korea. Ja, waarom gaan ze daar niet naartoe? Neem eens Brazilië. Argentinië. Waarom moeten ze allemaal naar Europa? Ga lekker naar Jemen. Oh, maar in Jemen is het oorlog. Ja, nou ja, daar dan niet. Maar er zijn er wel stukjes van Jemen die, waar helemaal geen oorlog is. Of... Ja, in Marokko is er ook geen oorlog. Kunnen ze daar niet naartoe? Hij kondigde daarnaast aan dat er binnenkort meer duidelijkheid zal worden verschaft over de situatie. Wat? Wat? Hier in Arnhem is 30% allochtoon. Als ik hier over straat loop, overdag, bijna de helft van de mensen, die praat Koeterwaals. En die hebben dus geen baan of zo. Ja, Perry, maar jij dan ook niet, want jij loopt ook over straat. Nou, precies, ja, want ik heb een depressief, weet je nog, ik heb een burn-out. Ik heb de hele tijd niet ontzettend veel gezopen en alles. En ik ben in een heel goed contact met de sociale dienst. En het komt allemaal heel goed met mij. Maar ik loop nou dus over straat. Overdag. Ik val verder niemand lastig of zo hoor. En ik heb mijn woning aan het opruimen. En het gaat allemaal prima met mij. Ja.
Maar het geklets wat je hoort op straat, dat is allemaal buurtenlaatse mensen. 40-50% wat hier wat overdag in de ronde loopt. En waar gaan ze ons dan. Waar gaat onze regering zich nou echt druk op over maken? Nou, dat is dan het volgende artikel. Verbod op rookruimtes lijkt op handen. Wat dat nou weer? Het zou heel, even voorlezen. Het zou heel goed kunnen dat rookruimtes binnenkort helemaal uit uitgaansgeleden verdwijnen. Advocaat-generaal Vlas adviseert de Hoge Raad om een verbod in te stellen. Doorgaans wordt een advies van de advocaat-generaal opgevolgd door de Hoge Raad. Een ieder die een horeca-instelling betreedt of wil betreden, moet gevrijwaard worden van iedere mate van blootstelling aan tabaksrook. Zo stelt Vlas volgens de NOS in het advies. Vlas draagt 3 argumenten aan voor het verplichten laten verdwijnen van de ruimtes in horecagelegenheden. Zo meent hij dat veel niet-rokers sociale druk voelen om mee te gaan naar het rookhok. Asielzoekers die hier plegen moorden, verkrachtingen, doodslag, chantage, hebben seks met kleine kinderen. Terwijl die kleine kinderen dat niet willen natuurlijk. Hè. Dus die mythe dat die kleutertjes allemaal zo geil zijn en die hollen allemaal naar de asielzoekerscentra toe. Want die willen graag de opgerekte anus hebben. Dat is nou, dat kan Rutte zich niet voorstellen dat ze, dat is een foutje. Dat is een foutje hoor mensen. En ik wil wel graag dat we open blijven staan voor het opvangen van mensen uit de vluchtelingen. Erg belangrijk. Tezamen met het feit dat advocaat-generaal Vlas die heeft geconstateerd dat er dus heel veel de niet-rokers. Die staan dan onder een sociale druk. Want dan moeten ze mee naar het rookhok. Het is gewoon geen rookhok, het is een rookruimte. Ja, nou, dan moeten die mensen lekker zelf weten, vind ik hoor. Ja, ik ben nou gestopt met roken, dus mij maakt dat me geen biet meer uit. Maar. En ik vind dan, ja, ik ben er gestopt met roken en maar stel ik zou naar de Move gaan, daar hebben ze een rookruimte. Stel, maar ja, ik ben ook gestopt met alcohol drinken en. En ik ben bijna 60. Dus wat moet ik dan in de Move? Ja. Nou, ik heb helemaal geen zin meer naar de kroeg te gaan. Mijn tante zei dan tegen mij van jongen, vereenzaam je dan niet? Denk wel nee, dan kan ik toch wel met schaken verliezen op het internet. Ik heb vandaag verloren met schaken van een 20-jarige jongen uit Kenia. En daar ben ik ook niet echt blij van. En misschien rookte hij wel, omdat ik daarom dus. Zo meent hij dat veel niet-rokers sociale druk voelen om mee te gaan naar het rookhok. Zo, oh, 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 oh. En daarnaast kan ook een goed afgesloten rookhok, dus rookruimte, niet voorkomen dat er rook vanuit het hok, het café of de club inkomt. Tot slot noemt hij ook het argument dat het personeel wordt blootgesteld aan de rookgeur als het hok, de ruimte, schoongemaakt moet worden. Ja.
Ja, maak je daar maar lekker druk over. Hè? En laat die asielzoekers gewoon maar lekker een beetje moord, verkracht, kleine kinderen neuken, kinderporno in bezit hebben, diefstal. We kunnen ons niet voorstellen dat justitie dit onder het tapijt lijkt te schoffelen. Nee, we gaan hard optreden tegen rookruimtes. Want het personeel moet dan wel zo'n ruimte schoonmaken en dat ruikt niet lekker. We gaan dat doorvoeren, we gaan toiletten afschaffen. Want het personeel wordt dan geacht om die toiletten schoon te maken. En dat ruikt soms ook niet lekker. Dus er komt een totaalverbod op toiletten in de horeca. Toiletten überhaupt. Dus voorlopig mogen mensen thuis nog wel een toilet hebben. Maar ook daar kan er sprake zijn van een sociale druk. Dat er toch een toilet schoongemaakt moet worden. En dan zit iemand toch in de vieze geur en zo. Dus, maar voorlopig staan we toiletten thuis nog toe. Maar in de horeca gaan we dat wel verbieden. Nou ook, er mag gewoon geen ruimte meer zijn in de horeca die onaangenaam ruikt. En dan moet je weten, iemand als, in het café De Wacht bijvoorbeeld. En in een streetcafé. Dat zijn notoire rokerscafés. De mensen die daar achter de bar staan, die hebben ofwel geen enkel probleem met het feit dat er gerookt wordt. Maar echt geen enkel probleem. Die staan graag daar achter de bar. Of ze roken zelf. Klaar. En doen die mensen iemand kwaad? Nee, helemaal niet. En dan die gasten die er komen, die paffen allemaal. Een enkeling dan niet, maar wat maakt het nou uit? Je hebt genoeg tenten hier in Arnhem en er wordt echt niet gerookt. Tegenover Café De Wacht zit er zo'n tent en die zit best nog wel vol ook. Hartstikke gezellig, allemaal hele leuke jonge mensen allemaal en zo. En dan roken ze niet, ga je daar toch naartoe? Je hebt een tent, je hebt dat moordgat, dat wordt ook niet gerookt. Ga je daar toch lekker zitten? In Café De Wacht en in een schietcafé, daar komen de rokers. En die moeten dan allemaal buiten zitten op het terras, dan gaan ze zo dadelijk ook nog verbieden. Man, ik vind het echt, ik vind het flauw. Dit vind ik het. Burgertje pesten, we pakken een beetje problemen aan, stoppen het betalen aan de Europese Unie. Gewoon geen geld meer naar die hele handel. Gewoon niet meer betalen. Dat kan zo moeilijk aan toch niet zijn. En dan komen er maar aanmaningen vanuit Brussel van, u heeft de maximale betaaltermijn overschreden. Houdt u wel rekening met invorderingskosten? En dan denken wij van, we verscheuren die handel. Invorderingskosten, kom maar op. We kunnen toch zeggen dat de Europese Unie geen jurisdictie heeft in Nederland? Ga maar weg. Wat willen ze doen? Het Europese leger op ons afsturen? Want dat bestaat nog helemaal niet namelijk. Willen ze dan de NATO op ons afsturen? We betalen gewoon niet meer. Klaar. We hebben genoeg betaald aan die hele toestand. We betalen ons al blauw aan de Europese Unie sinds 1990 of zo. Mooi zo. Nu gaan we even niet meer. Gewoon 20 jaar lang niet betalen. Nee, we hoeven ook geen subsidie. We hoeven ook geen nieuwe maatregelen. Al die dure dingen met al die ambtenaren. Die moeten weer opgeleid worden in de nieuwe Europese maatregelen. Hoeft allemaal niet meer. Als Brussel zegt dat ze wat willen, dat vind ik best. Maar wij trekken ons daar helemaal niks meer van aan. Klaar. En of we nou wel of niet in de Europese Unie zitten, dat maakt me helemaal niet geen donder uit. We betalen niet meer en we luisteren er niet meer naar. Als de EU zegt, wij vinden het verstandig dat iedereen in Europa die gaat A, B, C, D, E doen. Dan zeggen wij van dat is een leuk idee. Als Litouwen dat wil, dat is best. En Letland wil het ook? Dat is goed, joh. Estland ook? Dat is best, joh.
Oh, Bulgarije, die wil dat ook gaan doen? Nou, het best. En dan vragen wij ons af, willen wij dat gaan doen? En dan denken wij van, nou nee, daar waar ik geen zin in. En dan doen wij het niet. Klaar? Er komt hier iemand vanuit Eritrea en die pleegt een moord. Huppakee, enkele reis terug naar Eritrea. Klaar. Ja, dat mag niet van de EU. Ja, dat maakt me niet uit. We zijn toch hier in Nederland? Nou dan. Zijn we een provincie van de EU? Nou, ik dacht het niet. Of ik heb het gemist in de krant hoor, maar ik dacht er eventjes van niet. Stel, we zouden dat doen. Want er zijn dus 4600 misdrijven gepleegd. Variërend van winkeldiefstal en lalalala tot en met verkrachting, dood, moord en al die andere dingen. Kinderporno, en zelfs seks met kinderen. Wij zetten al die mensen lekker op een vliegtuig en doei. Wie wil er wat aan doen? Wie? Wie? Wie komt er dan op ons af? Komen de Duitsers dan weer binnenvallen? Oh ja, joh. De Belgen worden dan weer boos. Ik dacht het toch niet? Van die 4600, nou, degene die dan... wat was die andere? Belediging, winkeldiefstal, dat soort dingen. Huppakee, terug. Winkeldiefstal, terug. Dat kan je toch niet maken? Daar hoef je er helemaal niet over na te denken. Onmiddellijk terug. We maken het uit dat ze uit een onveilig gebied komen. Dat is toch onze verantwoordelijkheid niet? Ja, ik laat even een stilte vallen. Gewoon die mensen op het vliegtuig en weg ermee. En als iemand het niet mee eens is, dan stuurt hij maar zijn atoomtroepen op ons af. Zullen we even kijken wie er de langste adem heeft? Wij hoeven het als Nederland niet te pikken dat hier criminele elementen naar binnen komen. En dan kan het Europese Hof met hun billen in de oude kolonje nog zoveel zeggen, maar waarom zouden wij daarna luisteren? Dit zijn incompetente heersers. Die niets anders doen dan ons regels op te leggen waar we helemaal kapot aan gaan. Ik spreek toch geen Frans of zo? Oh, Perry, wat je nou zegt is beledigend voor de Fransen. Nou, je kan Fransen niet genoeg beledigen. Met die Macron. Nou, niet dan die gilet jaunes. Die mensen die zijn helemaal ten einde raad. Zeg, zielig hoor. Dus in die zin heb ik nou wel een beetje medelijden met ze. Maar ook weer niet in die zin dat ik denk van laat al die Fransozen dan maar hier komen. Ja, die Fransozen hebben een verschrikkelijk bewind. Maar voor een deel hebben ze dat zelf veroorzaakt, hoor. En wij ook. En wij nemen ook genoegen met een Geert Wilders die een beetje de clown uit loopt te hangen. En dat we als een haas uit de EU moeten. Hazenpad betekent dat je afdruipt met de staart tussen de benen. Geert Wilders had moeten zeggen, wij betalen niet meer aan de EU. Stem op mij en dan betalen we niet meer aan de EU. En Europese maatregelen, die zijn voor landen die dat lekker vinden. Voor Litouwen, Estland, Letland en Bulgarije, die gaan maar lekker maar meedoen met al die regels van de EU. En wij niet meer. Klaar. En samenwerken? Hoezo samenwerken? Mijn klant, dat is niet Geert Wilders zijn klant, maar mijn klant,
Een van mijn klanten. In die dagen. Die werkte samen met Duitsers. Met Duitse bedrijven. Ja, die samenwerking kon mooi stoppen, hè. Nadat de Europese Unie weer wat nieuwe maatregelen had afgekondigd. En toen zeiden die Duitsers, wie schaffen das niet. Dus die business is de nek omgedraaid. Door de Europese maatregelen. Dus als je de Europese maatregelen nou niet meer volgt, dan komt die business misschien weer terug. En dan wordt hij weer samengewerkt met die Duitsers. En als je denkt dat je me niet kan geloven, dan komt dat omdat je niet goed geïnformeerd bent. Ga maar nazoeken wat de zesde richtlijn voor de BTW heeft uitgericht, aangericht. Wat de uitwerking is geweest voor het Nederlands bedrijfsleven in de Europese handel. De handel binnen Europa. Alsjeblieft, dankjewel. Walgelijk, dat soort bewindvoerders. En dan zal Jurk weer tegen me zeggen, Perry, dit is allemaal maatschappijkritiek wat je doet. Richt je hart toch naar de Heer Jezus. En daar heeft Jurk gelijk in. Maar zie het maar als een hobby van mij. Ja? En als hobby mag ik lekker doen waar ik zelf zin in heb. En dan zeg ik bijvoorbeeld toch op zijn hamburgers tegen jullie. Want Jurk Liesman is geboren in Hamburg en heeft daar een aanzienlijk deel van zijn leven gewoond. En op zijn hamburgers zeg ik dan tjus en dag lieverds.